Vandaag gaan we het hebben over deze power chains, zoals wij ze noemen, die kettingen. Ik ga je uitleggen hoe je een aantal oefeningen moet doen. Ik ga een aantal van mijn favoriete oefeningen laten zien. En gewoon simpelweg hoe je goed kunt trainen met deze kettingen. Want dat wil nog wel eens misgaan. Maar eerst... gaan we nog meer kettingen halen. Ik heb even de auto geparkeerd, anders krijgen we weer van die wazige beelden en daar zit niemand op te wachten natuurlijk. In de loods hangen nu 6 paar kettingen. En die kan je onderverdelen in 2 categorieën, namelijk de 3 kilo kettingen en de 8 kilo kettingen. En die 3 kilo powerchains, die kan ik niet eens echt een powerchains noemen. Die moeten we eigenlijk buiten beschouwing laten. Dat is echt voor dames 1,50 meter, 50 kilo. Dan kan dat best zwaar zijn. En dan hebben we het meer het stabilisatie effect in plaats van waar de chains eigenlijk echt voor zijn bedoeld. Namelijk het deload effect. En als we dan kijken naar de 8 kilo powerchains. Dan is het heel fijn dat wanneer je aan het squatten bent en je hebt aan beide kanten heb je 8 kilo hangen. In totaal dus 16 kilo. En stel je voor je squat 100 kilo, dan is het fijn als je squat een kilo of 16 maximaal lichter wordt. Maar als je net zoals mij met 150 kilo een aantal herhalingen moet maken, dat is voor mij persoonlijk best zwaar als ik 5, 6, 7, 8 herhalingen moet gaan maken, dan is de deload van 16 kilo in totaal is gewoon niet zoveel. Terwijl als je nou 2 kettingen van 16 kilo hebt, of 2 kettingen van 12 kilo, dan wordt je deload natuurlijk ook veel groter. Dus in plaats van dat ik dan 150 kilo aan het squatten ben, kan ik zomaar in de onderste positie slechts 120 kilo squatten. En dat scheelt natuurlijk wel echt gigantisch veel. En dat is de reden dat we vandaag nieuwe power chains gaan kopen. Mooi, ook weer geregeld. Daar zijn ze dan. Ik heb hier een setje 18 kilo, ik heb hier een setje 12 kilo en hier een setje 8 kilo en natuurlijk kettingen om de kettingen mee vast te maken. En als we deze kettingen gaan vergelijken met mijn oude ketting, dan zie je dat er bij de nieuwe ketting geen klem aan zit. En bij de tussenhaakjes oude ketting zit wel een klem om je barbel heen te doen. En natuurlijk is die klem, die kan heel ideaal zijn. Alleen het deload effect waar ik het net in de auto over had, dat is wat anders als bij de nieuwe kettingen. Want de nieuwe kettingen hebben hele lange, kleine kettetjes eraan. En weet je wat? Ik ga het verschil gewoon even laten zien. Dit is de oude slash de eerste ketting die ik ooit heb gekocht. Hier zit dus die klem aan. En zoals je ziet, op mijn lengte, mijn squathoogte, deload hij net een, 2 schakels. En als ik nu naar beneden squat, deze ketting weegt 8 kilo. En die zou ongeveer voor 4 kilo deloaden, omdat ik natuurlijk niet met de barbel uiteindelijk op de grond kom. Als we dan kijken naar de nieuwe ketting, zie je dat er eigenlijk al 4 kilo op de grond ligt. En zal hij alsnog 4 kilo deloaden, omdat de rest van dit kettingje, ja, die tellen we niet mee qua gewicht. Dat weegt misschien een kilootje. Dus als je hem op deze manier ophangt, wat meerdere mensen doen, is dat niet goed. Dus we gaan hem even goed ophangen. Dit is dus de manier hoe de meeste mensen hem doen. En dit is eigenlijk de efficiëntste methode. Ik zal niet zeggen dat je mij deze variant nooit ziet doen. Want het is wel eens fijn om simpelweg 4 kilo te laten deloaden. Of als iemand, een beginnend lid bijvoorbeeld, nog niet zoveel heeft gebangdrukt. Wel een aantal keer natuurlijk, want je laat niet een nieuwkomer gelijk met kettingen bangdrukken. Want dat is veel te instabiel. Dan is het wel eens fijn dat een gedeelte van dat gewicht gewoon op de grond komt. Zodat je toch nog een halve connectie met de grond hebt. In plaats van dat ze helemaal vrij zwaaien en die barbel alle kanten op gaat.
Als je nou gevorderder bent en je wilt een complete deload gebruiken van de kettingen, dan kun je ze dus de complete 8 kilo net boven de grond laten zweven. En als ik nu naar beneden squat, zal ik een 8 kilo deload hebben in plaats van een 4 kilo deload. En dat is een veel efficiëntere manier om kettingen te gaan gebruiken. Het principe van die kettingen, die begrijpen jullie nu wel. Daarmee deloaden we 4 kilo, daarmee deloaden we 8 kilo als je op die manier ophangt. Waarom zou je dat doen? Dat ligt eraan of je aan bodybuilding doet of dat je aan powerliften doet. En ik zal twee korte voorbeelden geven. Als je aan powerliften doet en je bent een squat aan het doen, je squat naar beneden, je bent helemaal beneden. Je komt omhoog en het eerste helft dat je omhoog komt gaat prima. En die tweede helft, oh, rem je af, omdat die oefening gigantisch zwaar wordt. Mooi, dan weet je dus dat het onderste gedeelte van je squat is sterk genoeg. En moet je alleen trainen en focussen op het bovenste gedeelte van de squat. Dat is leuk als je 150 kilo in je nek hebt. Alleen die 150 kilo blijft 150 kilo. En je voelt hem al aankomen. Je kan hem natuurlijk onder 150 kilo maken als heel die kettingen op de grond liggen. En boven bijvoorbeeld 158 kilo. En je hebt natuurlijk 8 kilo rechts en 8 kilo links. Dus onderin is je squat 1 kilo of 150. En bovenin is die 1 kilo of 160 plus. En dat is voor powerliften en methode. En voor bodybuilders heb ik wat anders. Voor bodybuilders hebben we overhead presses. Zoals jullie zien ziet dit er niet erg intensief uit. Dit stelt niet veel voor. Ik hoef hier niet veel werk van te verrichten. Voor te verrichten. En de kans dat ik hier gespierd van word, is dan ook niet groot. Maar als we hem op deze manier gaan doen. Kijk, nu kunnen we lachen. Als je dit in de sportschool doet, dan hang je vanzelfsprekend die kettingen er nooit zo los aan. Je doet er altijd iets van een klem op voordat er fout gaat. En je tilt ook de bar nooit zo uit het rek. Dat is simpelweg alleen maar omdat ik wat voor wil doen. En dan kan het met mijn rug bij jullie toestaan. Er hangt nu een kilo of 40 ongeveer aan. En nu zullen we zien dat natuurlijk het gewicht zwaarder is als net met een lege barbel. Maar de intensiteit van deze 40 kilo aan kettingen, of dat ik er enkel 40 kilo op zou doen, is namelijk veel groter. Als ik nu rechtop sta, dit is al vervelend. Mijn lichaam moet al corrigeren, stabiliseren, mijn ellebogen, mijn schouders moeten op hun plek blijven. Als ik hem nu uitdruk, zoals je ziet, gaan die kettingen heen en weer. En dit vreet energie. Als ik nu een beetje als een gek op een wilde manier herhalingen gaan zitten maken, verlies ik mijn balans en ik moet overdreven hard werken, knijpen om dit ding, om die barbel in balans te houden. Als ik dit met normale gewichten zou doen, kan ik hem gewoon als een gek, hoppakee, heen en weer bouncen en ik kan die herhalingen eruit knallen. Moraal van dit verhaal, ik houd hierbij veel meer spanning. En 40 kilo is niet 40 kilo. Deze 40 kilo is vele malen intenser als met normale gewichten. Om de simpele reden het stabiliseren, het knijpen, het controleren van het gewicht. Als je dus aan bodybuilding wilt gaan doen of doet, dan is dit een zeer effectieve manier om in spiermassa toe te nemen. Dit is gewoon genieten. Bankdrukken met kettingen, echt. Ah, heerlijk. Kwestie van liggen en net zo bankdrukken als dat je normaal zou doen. Twee dingen. Nummer 1. Hetzelfde als met die overhead press. Zodra die kettingen heen en weer gaan wiebelen en je houdt het niet tegen, dan wordt het drama. Nummer 2. Als jij nou in een sportschool sport en de bro naast je is ook lekker bezig, dan maak jij natuurlijk echt wel een grap heen. Dus loop niet je sportschool in. Denk even cool te zijn met je setje kettingen die je achterop meeneemt in je auto of achterop je fiets. En dat je denkt, ga even lekker knallen met die kettingen. Kan je wat doen? Als je het doet, wil ik het filmpje zien, want je krijgt geheid ruzie in de sportschool. Zoek dus wel een club waar dat is toegestaan of vraag het simpelweg gewoon aan de eigenaar. Want sommige eigenaren hebben daar echt geen problemen mee, zoals ik. Dit is de tweede methode. Dus methode nummer 1 is dat hij slingert. En methode nummer 2 is wanneer je een half gevorderde ben, om het zo maar te zeggen. Je weet hoe je moet bankdrukken. De techniek is helemaal onder controle. Dan kun je hem op deze manier op de grond hangen. En als je het verschil ziet tussen de eerste of de tweede. Dit is zo goed als stabiel. De ketting die schudt niet extreem veel, want die slaat eigenlijk gelijk weer dood. En
Het momentum is minder. Aanzienlijk minder. Dus het stabiliteiteffect. Het stabiliteiteffect is ook gewoon simpelweg wat minder. En ik zou dus deze methode wel even aanraden om simpelweg gewoon te wennen aan de oefening. En dan daarna vervolgens de ketting echt helemaal van de grond af te laten zweven. En natuurlijk, als laatste, als je nog niet was geabonneerd, dan moet je dat natuurlijk doen. Iedereen die al was geabonneerd, bedankt. En ik zie jullie allemaal bij de volgende video.